Hallo beste kijkers van Face Bouke hier weer met een nieuwe video met vandaag weer een nieuwe aflevering van Random Class Generator. Dit is de class waarmee ik vandaag moet gaan spelen en de challenge die er vandaag aan verbonden is dat ik meer dan de helft van het maximale aantal kills wat je in dit potje kunt maken, moet maken. Dus ik moet meer dan 37,5 kill maken, want het is regular team deathmatch, dus 37,5 is de helft van 75, een granaat. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik 38 kills moet maken of meer. Want ja, je kunt niet een halve kill maken. Of je moet zeggen dat een assist meetelt als een halve kill. Maar ja, dat weet ik niet. Of je dat mee wilt tellen. Allemaal snipers, man. Tot nu toe, alle mensen die ik gekilled heb, waren snipers. Ik dacht dat er in het huisje iemand zat, maar blijkbaar dus niet. Of hij heeft assassin. En die kans is ook nog best aanwezig. Teammate heeft daar iemand gesnopen. En nu komt die enemy op die teammate af. Maar ik bescherm mijn teammate, maar het zelf ook al door. Maar ik heb de kill, dus dat is mooi. Ik vind de type 95 op zich wel een chill wapen. Maar er zit ook een silence erop, waardoor die wat minder power heeft. Nee, zit je nou echt waar? Echt waar aan jouw kant van de map? Campend, hardscopend in een bosje. Ik vind dat zo irritant, hè? Ik heb ook al een aantal potjes meer proberen op te nemen. Maar ik kwam elke keer bij invisible hackers. En ze zijn trouwens ook, ja... Je kunt ze een beetje zien, doordat er een naam boven hun hoofd zweeft. Dus dan schiet je op ze, maar dan gaan ze ook niet dood, zeg maar. Oh, wegwezen met die granaat. Poeh, die gooide ik net op tijd weg, maar ze hebben me nu geflasht. Heb ik hem? Ja, hey, ik heb hem ook nog, ondanks dat ik blind ben. En dan killt iemand anders me. Natuurlijk weer, het is altijd hetzelfde. Ze gooien eerst 100.000 bommen en granaten, dan kan ik niks meer zien. En dan killen ze me. Heel knap natuurlijk. Oh, hem had ik niet eens gezien. Ik heb hem wel. Oké, nice. Teammates hebben een UAV verzorgd. Dus dat gaat altijd helpen natuurlijk. Weet ik een beetje waar ze zitten als ze geen assassin hebben. Hier komen ze de trap op. Komt nog iemand. Die is gepaint met Recon. Die heb ik in één burst. Dat zie je ook niet vaak. Was daar nou iemand? Daar was iemand, maar hij is nu weg. Oké, nou ja, kan gebeuren. Ik speel met Precision Airstrike, Attack, Helicopter en de Strafe Run. Dus als ik die Precision Airstrike even weet te halen, kan die misschien mijn Attack Helicopter halen. En die dan weer misschien mijn, hoe heet dat ding? Goh, die met 5 helikopters. Strafe Run, die. Zo haal je een beetje je streaks door je streaks, zeg maar. Ja, daar is de attack helikopter al. Nou, die airstrike killt waarschijnlijk niks, want dat doet hij nooit. Maar dat maakt niet uit. Dan... Oh, hier beneden zit er een. Toch? Even achteruit. Laat die teammate maar stikken. Yes, daar hebben we de Strafe Run. Gaan we die gelijk natuurlijk even incallen. Ik doe hem zo, denk ik maar. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik speel nooit... Ah, granaat. Ik speel nooit met dat ding. Ik heb altijd de Reaper. En heel soms dan de AC-130 zou ik zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk de AH6 Overwatch. Want dat is de andere 9 killstreak in de game. En dat vind ik dan fijn als ik lekker wil rushen. Dat ik dan met Predator AH6 Payflow kan spelen. Want dat ding hoef je alleen maar een knopje in te drukken. En dan gaat hij gelijk vliegen. Dus dat is wel handig dan. Nou, mijn killstreaks killen niet echt veel. Dus dat is een beetje jammer. Ah, ze worden er ook uitgeschoten, dus ja, dat helpt ook niet echt mee. Nice, die kill hebben we. Nog maar net, want hij raakte mij wel. Zit hier nog één. Oh, host migration. Ik sta 17-2, dus dat is op zich wel een mooie score. Dan moet ik nog best wel fucking veel kills. Dus ik denk niet dat ik het ga halen, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik doe mijn best, of ja, daar kan ik niks aan doen. Ik doe mijn best in ieder geval. Maar soms heb je gewoon teammates die zijn ook best wel goed en die maken veel kills. En dan is zo'n challenge best wel lastig om te halen. En waarom nou weer een host migration? Maak mij gewoon even host. Dan zijn we daar ook van af. Hopelijk ben ik nu host. Dan heb ik misschien ook een keer goede verbinding. Ja, de vijanden lieven allemaal. Nu 6-3. Ik kan het op zich ook wel begrijpen. Want ja, het is natuurlijk niet leuk om geowned te worden. Maar ja, het is voor ons ook niet leuk dat iedereen dan weer gaat lieven. Er joinen wel weer nieuwe mensen. Dus die moet ik even muten. Anders hoor je die er doorheen. Gaat mijn helikopter... Oh, die helikopter is niet eens meer van mij. Wauw. Ik dacht, mijn helikopter zit er nog in. Maar nee hoor, die is weer van een teammate. Oh, die wordt er nu ook uitgeschoten. Dus ja. Maar ja, mijn air supporter had niet eens kills gemaakt volgens mij. Het is ook weer lekker typerend voor mijn air support. Dat het geen kills maakt. Hé, hey, die kill heb ik. De connectie is ook niet al te best. Maar ja, dat heb je met een oud spel. Ik speel op de PlayStation 3 trouwens, voor de mensen die dat afvragen. Ik heb ook wel een PlayStation 4, maar het enige spel wat ik daarop heb is Advanced Warfare. En aangezien ik die Call of Duty niet leuk vind, is de PlayStation 3 eigenlijk mijn main console. Want ja, ik gebruik de 4 gewoon niet. Eigenlijk een beetje zonde dat ik hem al gekocht had, maar ja, dat weet je niet van tevoren. Is dat een enemy? Ja, hè? Dit ook.
Lol, zitten ze met z'n allen in het vliegtuig te chillen. Hey, knife voor jou. En misschien sparen ze hier weer jou, hè. Nice. Nou, die kan ik natuurlijk weer niet inkallen, omdat het teammate er alleen heeft. Maar de precision airstrike wel. Waar zal ik hem doen? Oké, daar. Ja, er zal... Ik weet niet of daar een gat in het dak zit, maar ja, maakt het niet uit, want het potje is al afgelopen. 23 om 2, nou ja, dat is lang niet onze doelstelling, maar ja, dat kwam omdat ik een best wel goede teammate had. En die heeft ook 22 kills gemaakt, en ja, dan is het altijd lastig om de helft van de kills te maken, want ja, hij maakt er ook veel, dus dan moet je heel snel zijn. En ik had ook niet, ja, de beste killstreak setup natuurlijk, want het is uit een random class generator, en dat is... Dat is gewoon het serie-idee. Nou ja, helaas hebben we de challenge niet gehaald. In ieder geval wel bedankt voor het kijken. Vergeet het blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.